En dan de D staan we eerst naar 4. En dan weer de A staan, dus naar 5. Dan hebben we een blues schema gespeeld. Nu hebben we een blues schema gespeeld. We zijn hier vandaag bij Meindert Mak van de Kaliber Kunstenschool. Welkom. Dankjewel. Vandaag mochten wij de cursus gitaar met visuele beperking bijwonen. Wordt deze ook elders in Nederland aangeboden of is het een primeur in Almelo? Voor Almelo denk ik dat het een primeur is, maar het wordt wel verder in Nederland aangeboden. Bijvoorbeeld bij het Loerf in Apeldoorn, waar een revalidatiecentrum voor fysio gevestigd is. Daar zijn muziekdocenten die ook met gitaar, bijvoorbeeld de revalidatie ondersteunen door muziek. Is deze cursus voor jong en oud? Hier in Almelo is voor jong en oud. Iedereen die dat wil, die kan gewoon zich opgeven en komen. Hebben de cursisten muzikale voorkennis nodig? Nou, zoals jullie in de uitzending nu net zien, is dat het bij één die al een beetje keyboard gespeeld heeft, wel iets meer voorsprong geeft als iemand die nog nooit met gitaar in aanraking is geweest. Dus die muzikale ontwikkeling, het is geen must, maar het is wel mooi meegenomen als je het wel geprobeerd hebt. Ja, precies. Een vervolgvraag hierop is, zij kunnen natuurlijk geen noten lezen. Hoe kunnen zij de muziek dan tot zich nemen? Nou, waar ik in de cursus aandacht aan besteed, veel aandacht ga besteden de komende lessen, is het muzikaal geheugen. Want we moeten uitgaan van de sterke kanten van iemand die niet goed zien kan. En dat is het muzikaal geheugen. Sowieso de compenserende factoren die ingezet worden. En vergelijk het met de computer. Als je het zien kan uitschakelen, komt er heel veel schijfruimte vrij om het voelen en de intuïtie en het muzikaal geheugen te trainen. Deze cursus duurt 10 weken. Wat verwacht je dat de cursisten kunnen spelen aan het einde van de cursus? Ik hoop dat men ontspannen een blueschema in de bas kan spelen, wat melodietjes kan spelen in een positie waarin elke vinger zijn vakje heeft. En daardoor ze zich kunnen oriënteren op het instrument. En hopelijk dat ze het zo leuk vinden dat ze daarna verder willen. Zou je wellicht een stukje kunnen laten horen? Jazeker, een kerstliedje. En met akkoorden probeer ik te komen tot bijvoorbeeld een E-mineur akkoord en een soort F-mineur akkoord. En dan kan je een Horse With No Name spelen van America bijvoorbeeld. Een aap die geen bananen eet. De E-A-D-G-B-E volgorde van de namen van de snaren. En dat is een hulpzinnetje. En dat gebruik je gewoon om te onthouden waar welke snaar welke noot of toon voortbrengt. Want noten denken we niet aan, we denken aan tonen en aan klank. Een noot schrijf je op en toon klinkt. Dus E-A-D-G-B-N-E. En dat zijn de 6 snaren die je gebruikt. Met een visuele beperking kun je prima gitaar leren spelen. Daar ben je zelf het bewijs van. Hartelijk dank. Dankjewel.